Hey, dit is meneer Pullers voor het Oostlichtcollege. College. Voor de mensen die het net niet helemaal mee hebben gekregen vanwege technische problemen of zo, wil ik nog heel even die uh, soort van theorie PowerPoint doornemen. We zijn bezig met videometen, met coach. En waarom doen we dat? Omdat we ook bezig zijn met het hoofdstuk beweging. Althans, daar zouden we mee bezig gaan als het allemaal normaal was geweest. Nou, waarom coach? Coach is een programma waarmee je allerlei natuurkundige metingen uh, kan doen. En onder andere kun je videometen. Een videometer is een techniek om een beweging uit de echte wereld vast te leggen met de computer. Met andere woorden, je gaat een grafiek maken van iets uit de echte wereld. Nou, wat is daar nou belangrijk bij? Dat je een beeld hebt wat eigenlijk vast staat. Dus de, de uh, camera moet bijvoorbeeld op een, uh, een driepoot staan, zodat die camera niet beweegt ten opzichte van de wereld. Anders werkt het hele grapje niet natuurlijk. Daarnaast moet er iets in beeld zijn waarvan we de lengte weten. Dus dan, dat hebben we nodig maar om te kunnen eiken. En uh, in dit geval in de, de opdracht, uh, opdracht nummer 1, bewegende fietser, weten we dat de lengte van die fiets 1,72 meter is. En dan vertellen we de computer, joh, dit lijnstukje, zoveel pixels, is 1,72 meter. Daarnaast moeten we coach vertellen, waar kiezen we nou het nulpunt? En dat zie je hier met dat gele assenstelsel weergegeven, dat noemen we x is 0 en y is 0. Als je volgens een videometing gaat maken door op die groene playknop te drukken, dan krijg je zo'n soort diagram. Dan zie je allemaal punten. En dat zijn als het ware de punten waar jij geklikt hebt in je beeld. En dan zie je dat, er, ja zeg maar, dat de plaats steeds verder gaat toenemen naarmate de tijd vordert. Nou, wat je nou kan doen, is bijvoorbeeld een functiefit um, invoegen, en dat doe je door rechts te klikken op die, uh, op die punten. En wat is nou een functiefit? Functiefit gaat ervoor zorgen dat jij uh, de best mogelijke lijn door al die meetpunten heen trekt. Want je kunt je natuurlijk wel voorstellen, kijk maar, elk meetpuntje zit niet precies op de lijn. Soms zit je er iets boven, iets beneden. Maar je kan wel een soort algemene lijn uh, er doorheen trekken. Nou, in dit geval um, kiezen we natuurlijk, trouwens, hier staat een uh, kwadraat, die moet er niet staan. Ax plus b is lineair. Kiezen we voor kwadratisch, want we zien hier al een soort halve parabool ontstaan. Um, ik heb erbij gezet, zo gek als je wil, en er zitten nog allerlei andere functiefits in. Uh, Sinussen en uh, derde machtsfuncties en logfuncties, noem het allemaal maar op. Van alles en nog wat. Oké, okay, wat kunnen we daar nou mee doen? Als Coach zo'n plaatstijddiagram heeft getekend, een XT-diagram, dan um, kun je kijken naar bijvoorbeeld de helling van die grafiek. Waarom? De helling van deze blauwe lijn, die geeft de snelheid. De helling van een plaats-tijddiagram geeft de snelheid weer. Dat noteren we zo. V, snelheid, is delta x. Het verschil van de raaklijn gedeeld door het verschil van de tijd van de raaklijn. Um, dat is de snelheid op een bepaald punt. Nou, we kunnen dat doen met uh, een geodriehoek op papier, normaal. Maar nu werken we met coach. En dat kan met coach, kan het ook digitaal. En dat doe je met de optie helling. Als je hier rechts op klikt, dan kan je op een gegeven moment helling selecteren. En dan krijg je zo'n soort schermpje te zien. Je ziet een kruis op dat uh, punt in je, in je uh, grafieklijn ben je dan aan het kijken. Dan kan je deze zwarte lijn met je pijltjes toetsen verplaatsen. Net zolang dat je hem goed genoeg vindt. En dan zie je hieronder de helling staan. Nou, helling is inderdaad in meters per seconde. Want hier zien we de meters staan. Daar zien we seconden. Als we meters delen, door seconde meter per seconde. En een andere manier wat je zou kunnen doen is een afgeleide nemen. Een afgeleide is eigenlijk. Um, dat je op elk punt van je X-T-diagram, als het ware, je, je, je helling bepaalt. En dat in een grafiek zet. En dan raaklijn is eigenlijk op één punt. En de afgeleide gaat eigenlijk voor alle punten in die X-T-diagram. En dat noteren we dan wiskundig gezien met dx/dt. Dus die delta betekent een groot verschil. Bijvoorbeeld van een raaklijn. En die kleine d die betekent een klein verschil. En dat moet dan voor alle punten gelden. Nou, vervolgens kunnen we natuurlijk ook weer van, hè, als je dat zou tekenen, als je de afgeleide van deze tekent, zie je daar een rechte lijn, dan zie je de snelheid, kijk maar, meters per seconde tegen de tijd, kunnen we daar ook weer de helling van nemen. En waarom? De helling van de um, snelheid tijd, die zegt iets over de versnelling, want dan ga ik eigenlijk kijken hoeveel meters per seconde komt er elke seconde bij. Ook weer, a, de versnelling is delta v, verschil in snelheid gedeeld door verschil in tijd. En uh, ook daarvoor zouden we een afgeleide kunnen nemen. Helling, zie je dat weer. Als je dat nou gaat doen voor die bewegende fietsen, zie je een plaatstijddiagram die eruit ziet als een parabool. Een snelheidstijddiagram die eruit ziet als een rechte lijn. Uh, nou, niet helemaal door de oorsprong, maar bijna door de oorsprong. Um, dus de snelheid neemt elke seconde evenveel toe, blijkbaar. En dat zien we hier ook wel in de versnelling. Dat het aantal meters per seconde wat er per seconde bij komt, is de hele tijd hetzelfde. Dus dit is een constante versnelling. Nou, ga er maar eens even mee stoeien. Het doel is...